Kijkers van Hoek TV, welkom bij deze uitzending. De oudste drogist van Schiedam, drogisterij De Gaper op de Broersvest, die gaat sluiten. En we zijn op bezoek bij Arie de Graaf en zijn vrouw, want ja, zoiets moet je natuurlijk toch wel even doen. We gaan hem even opzoeken achter zijn vertrouwde plekje. Ik mag Arie zeggen. Arie, goedemorgen. Ik ga je eerst een hand geven. Hoe is het? Ja, een beetje dubbel gevoel. Blij gevoel en toch een beetje emotioneel. Ja. Kan ik me best voorstellen. We hebben elkaar al een tijd geleden gesproken. Toen zei je, vergeet niet hè, ik ben de oudste drogist van Schiedam. Ja, de oudste drogisterij van Schiedam. De winkel die bestaat meer dan 100 jaar. In 1895 is de familie Scholt hier begonnen. Toen stond er op de deur drogerijen en verbandstof en verf waren. En toen heeft de familie Houtman de drogisterij overgenomen. En na 40 jaar hebben wij de drogisterij overgenomen. Laten we even teruggaan in de tijd, hè, toen u begon met de vrouw. Wat was dat voor periode? Wat was dat? Schiedam bruiste er toen, liepen er duizenden mensen over straat? Ja, het klinkt overdreven, maar het is wel zo. Toen had je echt nog de omloop, de grote omloop van de Hoogstraat, Broersvest, Lange Kerkstraat. Zaterdags kon je echt over de mensen hoofden lopen. Want hier, in het smalle Herenpadstraatje, stoplichten. Moesten de mensen altijd vreselijk om lachen, maar het was gewoon nodig, want het was gevaarlijk als de auto's uit het Herenpad kwamen. Ja, dus dat was een bijzondere tijd was dat. Ja. Het beroep drogist is altijd een beetje een bijzonder beroep geweest. Mensen dichten je vaak hele medische wonderen toe, denken dat je zo half een doktersopleiding hebt. Wat heeft u zelf voor achtergrond en opleiding? Ik heb mijn MULO gedaan, gelijk mijn middenstandsdiploma. En toen ik 16 jaar was, ben ik hier begonnen bij mevrouw Houtman. En toen ben ik gelijk met mijn drogistenopleiding begonnen. En dat was een pittige opleiding. Niet vergelijkbaar zoals die nu is. Heel veel wiskunde, scheikunde, Latijn, plantjes. Ik moest nog recepten maken, zalven, zetpillen. Dat is nu ongekend. Een klein voorbeeldje. Ik moest weten wat er gebeurde als snot bij kippen. Nou, dat hoorde gewoon bij de lesstof. Dat was best pittig. Dat was een opleiding van 2 jaar. Overdag heb ik dat gedaan. En dat heb ik gehaald. En ik heb er nog profijt van. U heeft de zaak samen met uw vrouw, zeg u altijd, hè, mijn gouden rechterhand. Hoe is dat om samen met je vrouw de hele dag in een winkel te staan? Nou, ik vind het knap van onszelf. Menigeen zegt van, nou, dat vind ik dag en nacht altijd samen. En we hebben natuurlijk ook 3 man personeel in dienst gehad. Ja, 2 dames, gouden meiden, die hebben 14 jaar hier gewerkt. En nog een parttimester. Ja, dat was grandioos. Hoe moeilijk is het dan als je thuis komt om dan niet over de zaak te praten? Moeilijk. Dat gaat dikwijls door. Ja. Ja. Nou is het... Ja, we hebben wel... Nou, we hebben 2 schatten van kinderen. Zijn inmiddels volwassen, getrouwd. We zijn opa en oma. Altijd ook veel met de zaak meegeleefd. Dat was uniek. Ja. We hebben gelukkig een heel veel vaste, trouwe klanten gehad. Tot de laatste dag toe. Dat hebben we altijd enorm gewaardeerd. En ik heb geprobeerd om niet altijd alleen maar de drogist met de kassa te zijn, maar ook mens. En ik denk dat dat gelukt is. Ik weet, een jaar geleden, toen had ik iets voor mijn neus nodig. En u zei van, nou, dat bestel ik je wel. En toen belde u mij op de redactie. En toen zei je van, joh, het is binnen, kom het even halen. En toen dacht ik, dat is ouderwetse service, dat is historisch. Ja, maar we hebben ook, wat je zegt, maar daar hebben we ons best voor gedaan. We hebben ook altijd bij mensen bezorgd in bejaardencentra, verzorgingshuizen. U belt maar, en we zonder kosten, we brengen het. En dat is altijd heel erg gewaardeerd. Ja. Nou heb je natuurlijk in de afgelopen jaren heb je die grote superketens gekregen. Heeft dat ook de business als drogist slecht gedaan? Ja. Daar is qua prijsstelling in het populaire goed, zeg maar, of je moet meegaan of dat moet je gewoon afschaffen. Want daar is niet tegen op te boksen. Nee. Nou, even een vraag naar geweten. Zoveel jaar hier in de winkel gestaan. Wat was nou een mooi moment? Heel veel mooie momenten. Bijvoorbeeld, Jan, die komt er even bij. Toen ik 40 jaar drogist was, hebben we behoorlijk gevierd in de winkel. Nou, Jan-Willem, je wil niet weten. Taarten, bloemen, ongekend mensen. Waarvan ik weet die het niet breed hebben, die kwamen met een envelopje. Ik kan me dat voorstellen. Ja, voor u ook een beetje, er is een tijd van komen en gaan. Uw man heeft net het hele verhaal al gedaan. Hoe kijkt u er zelf tegenaan? Ja, vreemd ook. Ja. Het is, Een bedrijf hebben, een winkel hebben, dat is een dag- en nachtbesteding volgens mij. Ja. Daar ben je dag en nacht mee bezig. Ja, dingen als toen de kinderen klein waren. Nou, mama zou met de kinderen een middagje weggaan. Druk in de winkel, vertegenwoordigers. En stond, de kinderen hebben er gelukkig geen trauma overgehouden.
Maar we zouden toch weggaan. Ja, dat kon dan niet. En Jannie was boven me aan het schoonmaken. Nou, zei ik, zet mijn sopje maar weer neer. Sorry. Ja, nou, er staan nog keeltabletjes, dus ik ga je gelijk innemen. Nou, maar wat je net zei, met sommige mensen denken dat je de kwaliteit, en dat heb ik absoluut niet, dat heb ik ook nooit gepretendeerd. Maar ik heb zo dikwijls gehoord, dat hoor ik nu ook, van, nou, je was een eerlijke drogist, je gaf goed advies. Ook als ik zei dat ik dacht van, het helpt niet, dan moet u dat niet kopen, of u moet naar de dokter. Ja, dan, en dat werd heel erg gewaardeerd. En dan zeiden mensen, ja, die man die geeft, ja, niet om mezelf zo te prijzen. Maar dat, ja, dat is wel de kracht van je winkel geweest. Van, wat ook, ja, wat ik heel veel hoor, ja, drogisterij De Gaper is zo'n unicum in Schiedam. Ga maar naar het hoekje en die heeft het vast. Ja. En dat heb ik altijd geprobeerd om dat te hebben. Dus, ja. Einde van de carrière is in zicht, maar er kunnen misschien nog heel mooie dingen gaan gebeuren. Hebben jullie al een noodplan klaar liggen om dadelijk helemaal niks te gaan doen of iets te gaan doen? Helemaal niks, dat is, ligt niet in onze aard. Vrijwilligerswerk, en dat doen we nu al een beetje. En nee, dat komt best goed. We gaan hier boven achter de geranium zitten. Arie, samen met je vrouw wens ik jullie een hele fijne tijd toe. En mag ik zeg maar namens alle klanten die hier jarenlang tevreden zijn geweest, mag ik je uit hun naam bedanken voor de service? Het gaat jullie goed. Dankjewel.